Op het hoofdkantoor van het Leger des Heils Suriname heerste er vanmorgen een drukte van je welste van mensen die zich registreerden voor een kerstpakket. De registratie is om 9 uur 's morgens aangevangen aan de Henk Aronstraat 126 en duurde tot ronduit 2 uur 's middags. Men kon zich met een identiteitskaart en als het om een gezin ging een familieboek registreren. De groepen die voor een pakket in aanmerking komen zijn seniorenburgers, mensen met een beperking en minder bedeelden van alle leeftijden. De distributie van de kerstpakketten vindt in Paramaribo plaats op woensdag 20 december. De kerstpakketten zullen samengesteld worden uit de inkomsten van de kerstpotteninzamelingsactie dat tot en met 24 december duurt. De organisatie heeft dit jaar helaas minder dan de helft opgehaald in vergelijking met deze tijd vorig jaar. Dit zegt Sabea Sobe, kapitein van het Leger des Heils. We begrijpen allemaal dat we in een moeilijke tijd leven. Dus de mensen hebben minder te besteden en ook minder om af te geven. Dus het is vreselijk troest gegaan. We hebben nog een week en we kijken hoe we verder. Maar het is van het jaar niet zo gegaan als voorgaande jaren. Bijzonderheden wat we hebben is dat we ons best hebben gedaan. We waren op verschillende locaties om te collecteren. Maar net wat ik zei, aan de hand van wat we hebben gehad, dat hoeveelheid gaan we dan gebruiken om de mensen te geven. We kunnen mensen niet beloven dat we van het jaar meer mensen kunnen helpen, omdat er ook niet zoveel geld binnen is gekomen. Exact hoeveel we nu binnen hebben, weet ik niet, want de financiële kant, dat doet de leider en de financiële secretaresse. Maar ik weet dat het niet zo geweldig is gegaan van het jaar. Tot nu toe, we zijn pas op de helft, maar wat ik gezien heb, zijn er zeker meer mensen. En we gaan ook in de districten, dus daarmee moeten we ook rekening houden. Sabea Sobe, kapitein van het Leger des Heils. Op het hoofdkantoor van het Leger des Heils Suriname heerste er vanmorgen een drukte van je welste van mensen die zich registreerden voor een kerstpakket.